En de Toetlifo-kanaal weg zal worden voorzien van damwanden. De werkzaamheden zijn vandaag begonnen. De wanden moeten ervoor zorgen dat de verzakkingen in de weg tot het verleden gaan behoren. Minister Vijay Chotkan van Openbare Werken zegt dat de EBS-palen verschoven zullen worden en dat de ene kant van de weg bekokerd zal worden. Deze belangrijke ontsluitingsweg moet helemaal veilig worden voor de weggebruikers, geeft Chotkan aan. Het is een ontsluitingsweg. Hij verbindt, maar hij ontsluit ook een heleboel gebieden. En maar zeker ook in onze mind, in onze hoofd, moeten we niet vergeten dat deze weg een extra mogelijkheid biedt aan weggebruikers om de Indira Gandhiweg te vermijden. En dan van hieruit dan gebruik te maken en op Lelydorp, maar ook op Zanderij terecht te komen. Dus het is niet alleen kijken wat je moet doen, maar ook goed nadenken waar je prioriteit aan gaat geven. En wat is de meerwaarde uiteindelijk van deze weg wanneer het straks af is. En dat is hem. Ontsluiting, het verbinden van gebieden, makkelijker over de weg bewegen, veiligheid upgraden. En meerdere mogelijkheden creëren voor de weggebruikers om die verkeerscongestie, die drukte op de wegen te vermijden. Om te voorkomen dat de weg als racebaan zal worden gebruikt, zullen er drempels worden aangebracht. Wil je veilig zijn, dan moet je de veiligheid ook aan anderen kunnen bieden. Dus hou je gewoon stip aan de regels die op deze weg natuurlijk van toepassing zijn. Daar heb ik het over. Blijkbaar mag je niet meer of niet harder dan 50 km per uur rijden. Hou je daaraan. Ga niet inhalen wanneer het niet hoeft. Iedereen heeft haast. Dus nog een haal in. Ga op tijd van huis, zodat je op tijd ook ergens aan kunt komen. En hou rekening met elkaar. Hou rekening met die fietser, met die bromfietser, met die voetganger. Want u bent bestuurder van een voertuig. En u moet u aan de regels houden, zoals zij ook aan de regels moeten houden. Wat vindt u verder van het project zelf, dat, het, dat er nu aan wordt gewerkt? Nou kijkt u, het zal een tijd in beslag, of het heeft een wat tijd in beslag genomen. Dat is vanwege het feit dat er toch wel een behoorlijke planning vooraf is gegaan. Alles wat u hier ziet gebeuren, komt niet van de lucht vallen. We zijn niet bezig uit onze duim te zitten zuigen. Maar het is goed uitgewerkt. De technici is bij elkaar gekomen van wat we uiteindelijk met deze weg moeten doen. Hoe gaan we deze weg kunnen beschermen wanneer we het eenmaal hebben geasfalteerd. We konden ook gezegd hebben van luister, we gaan hem weer openbreken. En we gaan hem een asfaltlaag geven. En na 2-3 jaar zal je weer het hebben. Minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Er is vandaag een aanvang gemaakt met de aanleg van de damwanden aan de Toetlifo-kanaalweg.